mensen, welkom. We zitten bij de zoveelste aflevering van de Zoom-sessies. Dit jaar de eerste van het jaar. We zijn vrij laat, denk ik, daarmee. Onze gast is vandaag Frank Westerman. Frank Westerman, zult u ongetwijfeld kennen van allerlei soorten boeken. Hij begon al in de jaren 90 met het schrijven van boeken, 94 om precies te zijn. In 1999 kwam de grote doorbraak de Graanrepubliek en daarna kwamen nog een heel aantal hele diverse boeken. En vandaag zullen we het hebben over zijn laatste uitgekomen boek en dat is deze, dus de Kosmische Comedie. Net uit, tenminste vlak voor de afgelaste boekenweek uitgekomen. Dacht jij er nog over om je boek nog wat langer uit te stellen, Frank? Of welkom overigens. Hi. Ja, we hebben hem ook uitgesteld met 12 dagen. Ik had op een gegeven moment een aftelklok. Heel mooi. Tik, 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 tik naar de lancering. En dat hoort een beetje bij vooral dit boek, hè, een lancering, maar dan ook met het idee De Kosmos. Dus die aftelklok die liep en die stond op 28 januari. En die heb ik moeten bijstellen naar 9 februari op een gegeven moment. En dat was ook een Zoom-meeting met de uitgever en op de dag dat er zoveelste persconferentie was. En toen dachten we, 9 februari, dan gaat de glazen stolp eraf. En dan gaat ook die boekwinkel weer open. Want we zijn toch allemaal wel van overtuigd dat dat essentiële goederen zijn. We hebben de vaste boekenprijs, het is cultuurgoed en niemand mag. Er is een heel beleid dat we boeken waarderen en de boekhandel enzovoorts. Maar kennelijk, het ligt toch nog tot op vandaag vrijwel achter glas. Ja, en ja, het betekent dat ik zag wel dat je op tournee was, dus je reist wel rond. Ja. Nou, het is, kijk, op een gegeven moment ging het heel hard vriezen en toen dacht ik, laat ik op Elfstede signeertocht. Ik hou van schaatsen, dus ik had de ijzers ondergebonden en dan kosmische comedies naar Leeuwarden gebracht en daar gesigneerd en toen naar Groningen en toen zo via Haren en Rode. En ik heb inmiddels 25 boekhandels aangedaan, niet allemaal schaatsend. Ja. Wat ik merk is in die boekwinkel dat iedereen probeert er eigenlijk een beetje de moed erin te houden. Er staan dus natuurlijk van die mooie afhaalloketten. Winkel op afspraak is erbij gekomen. Maar je hoort ook, en dat is echt wel dramatisch hoor. Want dan zeggen ze, er zijn verschillende boekhandelaren die zeggen van kijk wat je hier hebt, dat is zeg maar het topje van de ijsberg. De titels die iedereen kent. Die ook heel hoog staan in de, alleen de hoogste van de bestseller 60, daar is handel in. En als je nu een blik werpt, ik was gisteren in Dominicanen Maastricht, hè, dat is een tempel, dus een kerk, helemaal vol met boeken. En ze zei van Janna, die zei van dit is allemaal doodkapitaal. Er zit geen leven in. Het ligt echt stof te verzamelen in zo'n mooie tempel. Oh my goodness, dat is echt toch wel heel triestig. En dan probeer je nog met een zwierige handtekening en een. Ik ben een handelsreiziger ongeveer. Ja, je moet wel. Ik zei net van, er zijn heel veel boeken al van jou verschenen in de tussentijd ook. Een van die boeken is. El Negro en ik, dat is denk ik alweer 15 jaar terug of zo, dat is uitgekomen. En dat, ja. Dat vond ik ook een fantastisch boek. Ik vroeg mij heel erg af, gezien de, al die commotie tegenwoordig, de wokeness die er is. Ja. Zou je dat boek überhaupt nog zo kunnen noemen? Terwijl jij daarin juist het racisme aan de kaak stelt. Hè? Dus, of aan de kaak stelt, aan de orde stelt.
Ja, zeker. Ik denk het wel. El Negro is een eigen naam geworden. Het is dus een opgezette zwarte man. Kan niet anders maken. Tussen de wilde dieren heeft hij opgezet gestaan tot het jaar 2000 in Europa, in Spanje. Dus we hebben het over volgens mij een feit. En de volksmond heette El Negro, El Negro. Ja. En ook wel liefkozend, El Negrito, en dat is een verkleinwoordje. Dus zeg maar de opgezette zwarte man staat in mijn boek, is een beetje de metafoor voor de ander. Hè, de exoot. Iedereen heeft een ander, ook hè, ongeacht je achtergrond. En ik staat eigenlijk voor jij en ik. Dus hoe verhoud je je tot de ander? Nou, dat is, iedereen heeft iemand die anders is of exotisch of vreemd of... En hoe verhoud je je daartoe? En daar wilde ik me eigenlijk ik wilde eigenlijk die confrontatie aan vanuit het verleden. Hè? Dus als je het lot van El Negro heb ik nageplozen. Hoe komt het dat twee Franse broers eigenlijk gewoon als helden worden onthaald als ze, behalve giraffen en zebra's, ook een opgezette bosjesman of een Tswana blijkt het te zijn, iemand van het Tswana-volk, gevild. En, ja, dus ze hebben hem niet gedood, ze waren aanwezig bij zijn begrafenis en zijn toen 's nachts teruggekomen om hem op te graven. Dat is dus grafschennis, zouden wij zeggen. Ja. En vervolgens lijkschennis, want ze hebben hem zelf in hun eigen woorden geslacht. De botten en de huid meegenomen en geprepareerd. Zoals ze dat zouden hebben gedaan met een zebra. En deden met een zebra. En ik ben ook in het in Kaapstad in het atelier geweest. Hè, waar ze dat hebben gedaan. Ja, en dan volg ik het hele spoor terug. En vind ik het zo bijzonder om te zien dat zij helden van de wetenschap waren. En een goede pers krijgen. Twee broers van 24 en 18. En dat verandert. Hè? Dus we kijken nu anders, godzijdank. Maar waar zit dat kantelpunt en hoe langzaam is dat gegaan? Hoe snel? Waar zitten de kantelpunten? Wanneer zijn we... Hè? Dus El Negro heeft nog tot het jaar 2000 in Spanje gestaan. Maar rond 1900 is hij nog met schoensmeer ingesmeerd om hem nog zwarter te maken. En mensen kwamen om een zwarte man te zien. Ja, ze hebben hem eigenlijk als een soort paspop gebruikt. Ja. Zelfs het lendendoekje was te onzedig op een gegeven moment, waar hij niet was uitgedost. En hebben ze vervangen door een raffia rokje, wat iets minder onzedig zou zijn. En dan denk ik van, hey, hier hebben we dus kennelijk een artefact. Hè? Het is een object, het is een preparaat door Europeanen. Witte, zo gemaakt en ook nog eens een keer als een soort spiegel van de tijd aangepast. Waar kom je voor? Wat wil je zien? Dus ik heb eigenlijk in El Negro, toen ik hem oog in oog stond, toen ik, wat was ik geloof, 19, liftend in Spanje, maar goed, ik stond daar. En dan, wat je ziet is dus eigenlijk, denk ik, in mijn geval, hè, mijn eigen witheid. En dat is wat je ziet als je kijkt naar een opgezette zwarte mens. En die witheid en mijn achtergrond. En ik denk dat je het niet kunt maken om daar niet over na te denken. Wat dat betekent. En dat heb ik willen doen in het boek. Ja, oké. Okay. Ik maak nu de stap naar het nieuwe boek. Daar zitten heel veel opkantelpunten in, zou je kunnen zeggen. Maar ik begin maar bij het heden, want onlangs is er op Mars ook een dingetje neergedaald. Ik zag dat wij ongeveer dezelfde leeftijd hebben, Frank. Ja. En je hebt meer haar. Maar dat,
Los daarvan denk ik dat onze opvatting van ruimtevaart nog iets anders is, of de beleving misschien ook wel van ruimtevaart, dan, nou, ik denk van Bart al, en als je kijkt naar kinderen nu, dat die ja, naar zo'n ja, landing op Mars kijken als iets, nou ja, het zevende item op het nieuws of zoiets, in plaats van dat dat heel iets bijzonders of geks is of zo. Ja, die enorme... Ja, dat betwijfel ik hoor. Ja, denk je dat? Denk ik. Nou, die landing op Mars, die was wel zo... Maar voor het eerst heb je dus bijna real-time beelden. En er zit nog maar een hele kleine vertraging. Natuurlijk zit er een vertraging in, want die afstand en de snelheid van het licht enzovoort. Natuurlijk zit er een vertraging in. Maar je kunt erop wachten, hè, of die geland is en of die een fotootje doorstuurt enzovoort. En ja, ik weet het niet hoor, maar als je nu een lancering van SpaceX en Elon Musk en mijn neefje en die, waar die ook zit, of die, die zegt van, hey, ben je wel online, want het gaat nu gebeuren. En wat ik wel heel erg opmerkelijk vind, is dat, dat we een totale blinde vlek hebben, en dat was voor mij ook, dat was mijn blinde vlek ook, voor ja, de ruimtevaartambities van India of Japan of Israël of nou, China, dat is nu, zijn we eindelijk, hebben we door, oh wacht even, die zijn ook enorm actief. Hè, die halen maanstenen op en die brengen ze terug. Vroeger in de 20e eeuw was het natuurlijk de Koude Oorlog en de strijd tussen Oost-West, kapitalisme, communisme. En dan had je de astronauten en de cosmonauten als gladiatoren. Nou, ik heb in Moskou veel cosmonauten gesproken. Ik was daar correspondent. Ik ben voor NRC, maar ik heb de eerste half jaar was ik correspondent ruimtevaart, zo voelde het. De Mir, het ruimtestation Mir, kwam toch wel tuimelend half naar beneden. Het was de zwanenzang van de Mir. Ja. De Sovjet-Unie bestond al niet meer, maar dit was nog een laatste symbool. En ja, dat resentiment en die trots die daaraan... Hè, je zag eigenlijk, er was een botsing, er was een brand aan boord, er was een commandant die een hartklachten kreeg. Alles lag open, dus als correspondent mocht ik ook het Center Upravlenie Paliotam binnenlopen, dat is het vlucht, dat is Houston, zeg maar, buiten Moskou. En dan zit je gewoon mee te luisteren. En dat heb ik ook in het boek proberen terug te roepen. Maar we zijn, denk ik dan nu, in een nieuwe fase toch wel beland. Het heeft even stilgelegen hoor, dat, die hele ruimtewedloop. Maar het gaat nu heel hard, weer opnieuw. Er is een nieuwe, hè, er zijn nu drie... Hoe heet het? De Verenigde Arabische Emiraten in China en de NASA zijn op dit moment rond Mars. Maar India is er al en China moet nog landen en de Europese Unie met de ESA, die komt over 2 jaar. En we zijn op dit moment, dat wist ik allemaal niet, maar dat vind ik heel mooi. Dan denk ik van waarom weet ik dit niet? Een hotel aan het bouwen op de maan met belastinggeld van Europa. En een station, en die heet Gateway. En daar wordt de eerste module nu van gemaakt. En die komt, dat is een nieuw ruimtestation, komt rond de maan. En dat wordt een soort overstapstation voor de rest van het zonnestelsel. Ja, ik zie jullie toch een beetje kijken van, ja, dat wisten wij eigenlijk ook niet. En ik heb me daar wel in willen storten. Van wat betekent dit? Waarom doen we het? Wat is daar? Gaat het wel goed? Gaan we dit wel goed doen? Dat zonnestelsel koloniseren. Ja, dat vind ik in ieder geval het mooiste van je boek. Het spreekt me ook wel. Je bent er ook zo enthousiast over. Ook hoe je er nu over vertelt. Ook over naar de geschiedenis en de toekomst. Want ik ben ook benieuwd naar je persoonlijke verhaal, want het is ook een heel persoonlijk boek geworden. Hè? Je vertelt ook over je jeugd en de puberteit. En ik zie ook achter je een telescoop volgens mij staan, of niet? Ja. Dus dat is ook je hobby. Ja, maar ik vind, het is zo mooi. Dat is volgens mij
ieders hobby. Als je in de zomer aan het kamperen bent of zo, en het is ergens mooi weer, een heldere lucht bedoel ik dan. En je zit ver weg van die stadslichten, dan kun je toch eindeloos die dierenriem afreizen. En ik vind het ook zo mooi, want ik weet daar helemaal niet zo heel veel van. Het is meer de highlights, die kan ik nog net aanwijzen. Maar wat een wereld of een universum gaat daar achter schuil. Als je kijkt met de ogen van de sterrenkundige, de sterrenkijker. En die heeft ons beeld van de hemel veranderd. En die astronaut heeft ons beeld van de aarde veranderd. En steeds als ik dan een ontmoeting of met iemand optrek en dan thuis denk ik van, ja, maar wacht even, wat heb ik nou meegemaakt? En wat heb ik nou eigenlijk gezien? En is het dan zo gek om te bedenken dat een raket in het verlengde ligt van een telescoop? En is het dan zo gek om te bedenken dat die astronauten of de ruimtevaart de voortzetting is van de sterrenkunde met andere middelen? En ik hou ervan om dat soort ruige, wilde verbanden te leggen. En dan denk ik van, ja, wacht even, die astronomen die ik heb ontmoet, die zijn allemaal, die zitten stil en een astronaut die traint. Hij zei, die zitten in te joggen en zelfs in de ruimte moeten ze nog hun spierweefsel een beetje bijhouden. En die astronomen die beginnen allemaal, en dat vind ik wel opvallend, van hoe nietig en hoe klein en hoe bescheiden wij op aarde zijn. En wat we allemaal echt helemaal niks voorstellen. Ja, en die astronaut die heeft een pak, nou dat wil je niet weten, die wordt 3 keer zo breed. En die dat is dus stoer, dat is echt met die helmen, voordat die helmen opgaan. En dan komen ze uit zo'n sluis en dan komen ze op je af. De bemanning, moet je tegenwoordig zeggen, van de Challenger. Dan zie je 6 mannen en vrouwen die komen op je af. Dat zijn supermensen. En dat is bravoure. En daar zit een andere mentaliteit achter. Ja, en dan ben ik gewoon niet meer te houden. Dat is het eigenlijk. Dan denk ik van, waar zit ik nou naar te kijken? Maar wanneer kwam dan het moment dat je dacht, hier moet ik een boek over gaan schrijven? Want in het boek komen eigenlijk verschillende levensfases van jou ook terug, hè? Maar wanneer was het moment dat je dacht, dit wil ik nu ook in een boek, hier wil ik meer naar op zoek gaan, of dit wil ik echt in een boek gaan vastleggen? Ja, het zoiets sluimert heel lang. En er zijn allerlei. Boeken sluimeren bij mij heel lang, die slapen. En die worden dan op een gegeven moment tot leven gewekt, maar dan moet er iets gebeuren. En het belangrijkste is dat ik een idee krijg voor een vorm, een raam, een vertelraam, een stijl, een toon. En inhoudelijk kwam deze wel heel sterk voort uit de vorige wijde mens, de oude schedels, de voorouders. Als je ze opwrijft, zie je eigenlijk jezelf. Dat is een beetje de porté van het verhaal van wie denken wij wel niet dat we zijn, wie we zijn. Vanaf eind 19e eeuw, als er de evolutietheorie eindelijk voet aan de grond heeft, worden er schedels gevonden van onze voorouders. En hoe zit dat dan met die afstamming? En wanneer zijn we dan geen aap meer, maar een mens? Wat is het onderscheid tussen een dier en een mens? Is dat er? En waar zijn we nu? En dat vind ik ook eindeloos fascinerend, omdat ik het idee heb dat verschillende oude schedels, hele oude schedels, zijn ook in de loop van de tijd opnieuw geïnterpreteerd en geduid. Op een moment zagen de paleoantropologen dat we echt monsters waren, bloeddorstige wezens. Aan de tanden, aan de schedel, aan de. En later blijkt datzelfde schedeltje de basis van een theorie dat we eigenlijk heel lief zijn voor elkaar. Ja, denk ik dan. Wat zijn we nou eigenlijk wijzer geworden? En in het verlengde daarvan ligt natuurlijk ook dat ontsnappen aan de dampkring en de kosmos bevaren.
dat is een hele sprong, maar het is het andere extreem. Hè? Dus die oude schedels, waar komen we vandaan? Wie denken wij wel niet dat we zijn? En het andere is meer van, wat zouden we eigenlijk willen worden? Ja, en als ik een derde lijn eraan toevoeg, ja, dan past het ook bij jouw boek Ararat. Want het heeft bij jou ook met geloven en niet geloven te maken. En ook binnen dit boek komt ook, ja, geloof je in de wetenschap? Of ja, is de wetenschap de oplossing voor alles eigenlijk? Die vragen komen ook aan. Ja, het verschil wat dat betreft, Koen. Ik heb het idee dat ik toen met Ararat heel sterk bezig was op het... Het geloof en de feiten, de wetenschap en de mythologie, wetenschap en religie. En in dit boek veel meer goed en kwaad. Dus hemel en hel staan veel meer voor, dat denk ik niet, voor als Polen. Tegen Polen, vanaf Dante, want daar is de titel, Kosmische Comedie, is natuurlijk een verwijzing naar de Goddelijke Comedie. Dante als eerste ruimtereiziger, die al die hemelse sferen af... Ik vind het zo, ook zo bijzonder dat we, als het over Dante gaat, zijn we totaal gefascineerd door het Inferno, wat is natuurlijk spectaculair. Ja. Hij daalt af in de 9 cirkels van de hel. En van die fantastische, epische strofen. En dat gaat dan maar door. En het is, je begrijpt de helft niet, maar de andere helft is fantastisch. Er wordt gemarteld op alle denkbare manieren, op elk niveau. Maar hij stijgt ook op naar die hemelse sferen. En dat zijn de maan en de zon en Jupiter en Mars. Mars is de 5e hemel. En, maar het is doordrongen van goed en kwaad. En dat was dus de culminatie van... 2000 jaar was dit het wereldbeeld, of het hemelbeeld moet ik eigenlijk zeggen. En dat ging aan diggelen. En dan zijn volgens mij ook de polen goed en kwaad eigenlijk zoek. Ja, het grappige is, je zei in een bijzin eerder al van dat je allerlei dwarsverbanden probeert te creëren. Daar kreeg je, zag ik net bij de voorbereiding ook nogal kritiek op in recensies, terwijl ik dat juist een van de leuke dingen, dat vind ik nou een van de krachten van jouw boek altijd, dat je niet een eendimensionaal verhaal vertelt, maar haast associatief van het ene op het andere springt en het toch samen aan krijgt. Is het voor jou als schrijver ook van belang dat je jezelf op die manier uitdaagt, of gebeurt het gewoon automatisch bij jou? Ja, ik vind het heel belangrijk dat je erbij zegt als schrijver. Hè, want stel dat je in diezelfde vraag had gezegd, wat vind je ervan als astronoom? Ja, ik ben geen astronoom. Nee. En nog erger, als wetenschapsjournalist. Ja, sorry, dat ben ik niet. En ik word wel, dus het wordt wel heel regelmatig dan, blijkt nu gerecenseerd door de astronoom. Wat ik eigenlijk jammer vind, ik vind niet dat ik dat, ik wil dat oordeel niet ontlopen. Maar daar is het is me helemaal niet daarom te doen. Het meest verbazingwekkende was dat ik, een telefoontje kreeg van een voormalig hoofdredacteur van Trouw, die zei, ik ga je boek bespreken, maar ik heb één vraag. Oh. En ik zei van, stel maar. Hij zegt van, waarom moet ik dit eigenlijk een goed boek vinden? En toen zei ik van, dat moet je even toelichten. Ja. Dat, gelukkig zei ik, dat moet je even toelichten. Nou, er verschijnen zoveel populair wetenschappelijke boeken over sterrenkunde en ruimtevaart. En hier staat eigenlijk niks nieuws in. Nou, toen ik stond voor het raam hier en buiten werd het ineens nacht of zwart. Ik weet niet wat er gebeurde. En toen zei ik van, weet je wat het is? Het laatste wat ik wil
is het genre populair wetenschappelijke boeken schrijven. Ja. He, dus ik heb hier een heel rijtje, ze staan net buiten jullie zicht, dan staan hier voor mij. Boeken over sterrenkunde en astronomie, waar ik heel royaal uit heb geput. Maar het is niet mijn ambitie om daar een aan toe te voegen. En nou, toen ging ik iets vertellen over dat het, ik dacht het is trouw. En ik begin eigenlijk met het boek der openbaringen. En ik eindig met Genesis. En dat was eigenlijk een vooropgezet plan. Voordat ik wilde schrijven, wist ik zeker dat de laatste drie woorden in den beginnen moesten zijn. En ik heb alternerende hoofdstukken tussen Nederland en Italië. Eigenlijk alle hoofdstukken hebben een dragende persoon die terugkeert in een kleinere rol in een ander hoofdstuk. En ik ben een groot bewonderaar van Daniel Kehlman, die fantastische verhalen kan schrijven waarin een hoofdpersoon terugkeert in een bijrol in een ander hoofdstuk. De proloog spiegelt met de epiloog, de eerste ruimtewandelaar, de eerste ruimterobot die de ruimte ingaat. Het gaat over Wernher von Braun, die de eerste projectiel de ruimte inschiet, maar dat is een massavernietigingswapen. En later bouwt hij de Apollo-raket voor de maanlanding. Daar is over nagedacht. Ja, sorry, dat is het laatste wat ik moet zeggen. Dat is zo vanzelfsprekend. Ja. En toen, tot mijn verbazing, las ik dat allemaal terug in de recensie. Maar het is haast, jij schrijft op een literaire manier non-fictie. Hè? Dus het is haast alsof je je verdedigen moet voor je literaire kwaliteiten op die manier. Nou, het is ook de het is de, kijk, natuurlijk, iemand die sterrenkundige is. Ik wil heel graag het oordeel ook horen. Ik heb Govert Schilling laten meelezen, maar vooral op uitgeleiders. Ja. Is het 270 miljoen lichtjaar of 27 miljoen lichtjaar? Ja, dat maakt... Ik zag zelfs dat jij in je recensie, Koen, dat je had nog een... Uitgemaakt, hè? Nee. Ja, maar je wil eigenlijk dat hè, dus iets met die 17 meter per seconde had je, geloof ik, de Voyagers. Dit is, geloof ik, 17 kilometer per seconde. Ja. Maar hè, dus dat soort dingen. Dat luistert nou. En dat wil ik goed hebben. Maar daarna beginnen we pas met, wacht even, is dit een, ik heb geprobeerd om, dier boven dier kwam even te sprake. Dat is een, wat mij betreft, de vorm is in zekere zin een fabel, als je het hebt over, het is een verhaal over dieren, maar het gaat over mensen. Het is een familiekroniek van de 20e eeuw, maar voorin staat gewoon een stamboom van vier generaties paarden, Lipizzaners. Dus de structuur van het verhaal is gewoon een familiekroniek, maar dan aan de hand van een paard. De moord op de boekverkoopster is de moord op Marjan Heij, boekverkoopster in Wageningen, die speel is van literair Wageningen. En ik heb de moord op haar, de vergiftiging, het is allemaal heel tragisch, eigenlijk willen... niet oplossen, maar we proberen iets ervan te begrijpen aan de hand van wat zij haar leven lang las. Als boekverkoopster, als iemand die opgegroeid is in de boekwinkel, als organisator van literaire festivals en leesclubs. En wat kun je nou in een, wat is er nou veranderd in haar leven wat zij las? De smaak, de literaire smaak. Dus ik heb al meer, ik kan wel doorgaan, maar voor elk verhaal, voor elke vertelling probeer ik een vorm te vinden die ergens op slaat. En dat is, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, want dan in Duitsland kwam Dier boven dier uit.
Nou, daar heet het niet Tier über Tier, wat een goede titel zou zijn geweest, denk ik. Daar heet het Das Schicksal der Weißen Pferde. Nou, dan weet je het al. En dat was in die Welt, wordt dan een hele pagina afgekraakt door de professor Paard. Voor de professor hippische, weet ik veel, aangelegenheden. En het gebeurt vaker. Ik wil toch ook die trouwrecensent tegenspreken, want wat ik zo krachtig vind, ook in je andere boek, is dat je verwerkt ook je eigen persoonlijk leven er ook in, hè? Dus je neemt ons ook mee. Dus het is niet een soort feitenrelaas van A tot Z, maar je vertelt ook wat je zelf meemaakt, wat je ziet, hoe je het zelf ervaart. En je laat dan een paar keer ook het woord vorm vallen. Ik ben wel heel benieuwd, moet je bij zo'n boek, hè, bij dit nieuwe boek, dan ook heel erg op zoek naar zo'n vorm? Of denk je op de duur, ja, dat heb je al zo getraind, dat gaat al redelijk automatisch? Of is het bij elk boek weer een enorme zoektocht voor jou? Nou, ik wacht heel lang voor, dus met schrijven. Als ik die vorm, als ik niet het idee heb dat ik een goede vorm, niet in vorm ben, maar een goede vorm heb, een metafoor of een die het hele boek mee kan, dan begin ik er steeds maar niet aan. Dan laat ik het liggen. Maar een kleiner dingetje waar ik wat ik wel mooi vind, is iets wat ik niet begrepen heb toen ik klein was, en waar je wel een herinnering aan hebt. Hè? Of dat nou de maanlanding is, of het sterrenkoepeltje op onze school in Assen. De eerste keer dat ik in Westerbork was, want die radiotelescoop vind ik fantastisch. Het idee dat is echt die aanblik, die vond ik fantastisch. En pas veel later ontdekte ik wat er nog meer aan de hand was in Westerbork. En op de middelbare school las ik het dagboek van Etty Hillesum. En ook de zaak 4061 van Harry Moedisch. En later ook de ontdekking van de hemel. Maar dus dan heb je eens iets meegemaakt. En er is één terugkerend dingetje wat ik mooi vind, is eigenlijk terugkijken over de schouder van je jongere ik. En dat is de ervaring van die jongere persoon. Die is, zeg maar, onbezoedeld. Die is, schiet nog alle kanten uit. Die is pril, noem het maar op. En naïef. En dan heb je iets meer om je heen gekeken. Maar je hebt dus twee handen. Je kan dus schrijven eigenlijk met... Je moet niet... Tenminste, het moet niet heel zoet gevoiced en je moet niet helemaal in de huid kruipen van de 15-jarige. Dat wordt echt dramatisch. Als je dagboeken van die tijd en zo, kijk, heb ik nog wel, als je daar iets uit wil citeren, één zinnetje hooguit, maar niet in een linia. Dan gaat echt, dat wordt verschrikkelijk. Ja. En dat ene zinnetje kan je dan nog net hebben. Maar wat is nou het leuke? Je houdt die pen vast, hè, van die 15-jarige als inmiddels 50-plusser. En dan heb je twee perspectieven. Nou, wat is er nou mooier om twee perspectieven te hebben? Als je het over één personage hebt. Dus dan heb je de tijd. Dan heb je het voortschrijdend inzicht of de desillusie. Het zit er allemaal in. En als je het nou over El Negro en ik hebt. Toen was ik geschokt destijds, toen ik voor het eerst oog in oog met El Negro stond, was 19. En als 39-jarige, toen was ik 39, ging ik eigenlijk naar wat had ik nou gezien toen ik 19 was. Toen was ik geschokt, maar kon ik er geen woorden aan geven. Verder dan, ik vond het gênant, staat hier een opgezette zwarte man. Ik wist dat het niet goed was. Maar waarom dan niet? En die twee perspectieven. En waarom ben ik in de tussentijd anders geworden? Verandering is goed. Je wil niet... Dus het is iets anders. Als ik over mezelf vertel in een boek, dan wil ik eigenlijk ook wel dat je die persoon, de ik-persoon, toetst aan de hand van wat je bij... Alle personages, ik noem het echt personages, hè? We hebben het over non-fictie. Maar ik laat mensen niet toe in mijn boek als ze, ik cast ze van tevoren. Dus ik heb heel veel ontmoetingen, maar lang niet iedereen komt erin.
ja, waar cast je je gesprekspartners? Of je, ik vind een gesprekspartner vind ik eigenlijk nog matig. Ik wil graag met iemand iets beleven. En dat is dat ze een verandering doorgaan, hebben doorgemaakt of ergens op terug zijn gekomen. Een nieuw inzicht. Sikkel Mansholt die tot 2 keer toe. Ik heb het verkeerd gezien en toen kwam Petra Kelly in mijn leven en toen moest alles anders, mijn hele levenswerk. En ja, dat is dramatisch. Dus hij kan een boek dragen. Ja, de flat characters. Ja, die komen er niet in. En dan heb je nog iets als... Je gebruikt dus eigenlijk allerlei literaire technieken ook in je werk. Is het dan niet een belediging dat een wetenschapper je boek gaat recenseren? Moet je niet gewoon door een literaire recensent gerecenseerd worden? Die dan vervolgens... Ja, touché, Bart. Touché, touché, touché. Ik kan er niks anders van maken. Ik vind het eigenlijk ook een belediging voor het genre dat je eigenlijk beheerst. Hè? Dat je, ja. Ja, ja. Nee, dit is echt een pijnpunt. Want ik heb bijvoorbeeld die boven, die heb ik al een fotootje als je dat wil hebben. Stuurde iemand door van de bibliotheek van, toen de bibliotheken nog open waren, van Utrecht. En daar staat een labeltje op paarden. En dat staat tussen parkieten. En daarvoor geloof ik konijnen en K-O-P. Ja. Maar dat staat echt, en Ararat staat bij religie en de Kosmische Komedie staat plankje astronomie. Ja, sorry, ik heb het met eigen ogen gezien in die prachtige Dominicanen, Maastricht. En het grappige is, Query of Fosfor, ik geef ook boeken uit. Ik wil ook graag het genre uitdragen. Dus ik begeleid ook auteurs. Ik denk dat ik een... het is niet dat ik helemaal... Ik mocht in Leiden, was ik gastschrijver aan de universiteit. En dat is begonnen met Gerard Reven. En ik was toen geloof 23 of ik weet niet meer. En toen bleek dat ik de eerste, zeg maar, non-fictieschrijver was. Ik hou trouwens niet van het woord, het is een ander verhaal. Non-fictie is wat je niet doet. Hè? Dus als je op de markt staat en je hebt allemaal meloenen, dan zet je geen bordje, geen bananen. Je moet staan voor wat je wel doet. Ja, de Polen hebben daar... De Polen... In Polen heb je dus Hanna Kral en Richard Kapuscinski. Koningin en koning van de literaire non-fictie. En daar noemen ze het genre ook literatura factov. De literatuur van de feiten. Dus je begint met de feiten, die doe je verder geen geweld aan. Maar dan ga je, een verhaal uithouden uit de werkelijkheid. Je kan ook boetseren. Je begint met klei en je... poetseert je personages en je plot en alles. Hè? Dat is een romanschrijver. En dan heb je de andere types, de beeldhouwers. En die kunnen uit de werkelijkheid hakken, houwen. De flinten vliegen er vanaf. Met de slijptol desnoods. Het verhaal vrij naar Michelangelo. De engel was er al. Ik hoefde er alleen nog maar te bevrijden uit het marmer. De verhalen zijn er al, maar je moet ze... Het is ook weglaten. Het is heel veel niet vertellen. Stel je voor dat je een boek over de kosmos gaat schrijven en je denkt, ik moet volledig zijn. En dan krijg je dus per definitie alleen nog maar kosmische achtergrondruis. Je moet zo selectief zijn. Je moet zo scherp dingen weggooien. En dat krijg je dus ook altijd weer terug. Want dan zegt iemand van ja, maar dat valt... Je hebt het wel over Christian Huygens, maar niet... wel over Copernicus, maar niet over Kepler. Waarom heb je het eigenlijk niet over Kepler? Ja, dat gebeurt nu niet, maar die Kepler, die was eigenlijk... Tussen Galileo en Copernicus kun je niet zonder Kepler. Jij doet dat nu alsof, maar die Kepler, die is echt veel belangrijker. Want dat weet ik, want ik heb daarvoor gestudeerd. Ja, sorry. dus Kepler valt weg. Hij wordt 1 keer genoemd, want ik dacht, anders dan krijg ik helemaal de winst van voren.
Wat jij ook doet is, wat Bart ook al zei, van je gebruikt je persoonlijke leven, doe je erin. En een van de aardige anekdotes, of ja, anekdotes, ja, onderdelen daarvan is die school van jou in Assen, die een koepeltje had met een kijker, of een grote telescoop. Ja. En die... Maar dat bed je in een soort van iets wat treurig liefdesverhaal, laat maar zeggen. Dat geweldig is. Ja, ik weet niet of we het al einde al moeten verklappen, maar dan zit het eigenlijk op een heel ander niveau in een boek. Dat zou een echte non-fictieschrijver of een echte wetenschapper nooit in zijn boek opnemen. Dus het is een... Nee, maar als je 15 bent en je hebt interesse voor sterke, maar wat dacht je van die hormonen en van die... En de verwondering en je verlangens en je... Ja, in mijn... Ja, nou goed, maar... waren bij jou minder belangrijk dan de sterren, dus dat... Ja, nee, maar ik schrijf ook uit wroeging, hè? Dus een soort spijt van wat ik daar gemist heb. Ja. Ja. En dat is dat zit ook diep, dus diep. Maar dat's, kijk, al dat soort dingen als wroeging en jaloezie en boosheid. Het zijn natuurlijk gewoon fantastische aders om uit te putten als je wil schrijven. En er moet iets te voeden zijn. En heeft die, want dat andere wat terugkomt is Westerbork. Je had het al even aan. Ik weet niet of iedereen wist dat die grote telescopen... Ja, grenzen aan het kamp Westerbork. Gewoon overheen banjeren, hoor. Ja. Maar het is natuurlijk een gigantische metafoor geworden in jouw boek. Zo van, letterlijk hemel en hel zitten naast elkaar. Dat is een presentje of denk je van, ik moet... Misschien ligt het te opgelegd erin, of denk je van, fantastisch dit gegeven. Nee, maar dit heb ik al 20 jaar in mijn achterhoofd, dat ik daar iets, ja, dat klinkt zo ietsig, maar dat gegeven, zeker, Harry Mulisch, de ontdekking van de hemel. Dat scharniert uiteindelijk ook rond die tegenstelling. Ja. Het Bijbelverhaal. Hij heeft het dan over het Gods verbond met de mensheid, met de stenen tafelen. En die stenen tafelen moeten terug. Ik heb iets anders willen doen. Maar ook vanuit het idee van, ik heb een ander métier, een ander genre. Nee, niet een ander métier per definitie, maar een ander genre. Er is geen recensent die ook maar enig verband ziet. En dat is... dan zijn we weer terug bij hetzelfde verhaal. Ik bedoel, het is echt, je bent, Koen, met jouw recensie de meest literaire, belezen literaire recensent op dit moment. En je merkt dingen op die anderen niet opmerken. Maar ja, ik denk van, hoe dik kun je het er bovenop leggen of zo? Ja, het is een fantastische gegeven. Ik kan me ook voorstellen dat je enorm gelukkig was toen je dacht, dit valt allemaal op zijn plek in dit boek. Je hebt toch een gelukzalig gevoel toen gehad, neem ik aan. Ja, your good reading is my damn hard writing. Wie zei dat? Hemingway of zo? Het is dus dat
dat beeld houden, of die flinten er vanaf hakken, nee, dat duurt heel lang. Laat ik het zo zeggen, ik had een heel hoofdstuk, vrij in november nog, heb ik eruit gehaald. Dus er mist een hoofdstuk. Of niet? Ik bedoel, ik ben heel blij dat dat... maar dat is nog zo'n grote steenpuis. Dat was of een gebochelde. De bochel is weg. Maar dus het is... Ja, tuurlijk ben ik blij als dingen in elkaar vallen. Ik was vooral heel erg blij met... toen ik in India een jaar geleden op een astronautencongres... Dus alle ruimtevaarders komen dan bijeen. En dat was in Bangalore. Ik wist het niet, en KLM vloog er rechtstreeks op en je kon er gewoon heen, dat kon gewoon. En dat, dus ik zit in een 5-sterrenhotel, ik had geen accreditatie, maar ik ben me gewoon naar binnen gelopen met een badge van een of ander schrijversfestival wat ik nog had. En ik heb gevraagd waar het buffet was en voor de rest was je binnen. En... dus tussen al die ruimtevaarders en ook de Bobo's, hè, dus de NASA van India heet ISRO. En daar kwam de chef van, die kwam met een militair met een machinegeweer op het podium staan praten. Want die mocht niet, hè, die zat, nou, dan denk je ook van oké, daar ben ik dan. En toen was er rumoer ineens. En iedereen liet het buffet over, dat was het buffet in de steek. En India toonde zijn volgende, de eerste ruimtevaarder, een astronaut. En dat was duurde even voordat ik erbij was, voordat ik kon zien waar het over ging. En daar zat ze, achter een tafeltje. Mooie zwarte haren, lange wimpers. En ook nog een sari met goudbrokaat en alles. En pas na een half uurtje zo mocht ik een vraag stellen. En ze heet Viomitra, dus ik wilde weten wat dat betekent. En dat is vriendin in de ruimte, in het Sanskriet. En toen zei ze, ik ben je vriendin in de ruimte. En dan bracht ze zo'n hand naar de borst. En die hand kwam onder die sari uit. Het is gewoon allemaal plastic en die vingertjes. Het is een robot. Zij is één brok artificial intelligence. En had een naamkaartje en alles van de... En zij gaat dit jaar nog in Gaganyaan, dat is Sanskriet voor hemelwagen, in orbit, in een baan om de aarde. En ze gaat 2 testvluchten maken buiten de dampkring. En voor het jaar voorbij is, moet ze namens India met 2 coconauten, dat zijn de Indiase, kijk, dat verzin je nog niet. Hè. Coconauten zijn de Indiase astronauten, die heten coconauten. En met 2 aan weerszijden moet ze 31 december in de ruimte zijn. Want 1 januari is dan 75 jaar onafhankelijkheid van India. 1,3 miljard inwoners. Ze zijn hartstikke nationalistisch op dit moment met die Hindoe-premier die ze hebben. En ze gaan even stunten met Viomitra aan het roer in de hemelwagen. Wie schrijft er nou nog fictie? Hè? Dit is toch, dit kun je toch niet bedenken. Als ik hiermee was op de proppen was gekomen, een of ander roman, dan hadden jullie toch mij neergesabeld als een grote fantast. Hè? En toen dacht ik van, hey, dit spiegelt heel, heel erg mooi met de eerste ruimtewandelaar. Ja. Die heb ik gesproken in Rusland, is 1,5 jaar geleden overleden. Man met bakkenbaarden, heel goed lachs, een geweldige vent. Bonkig, Alexei Leonov, mijnwerkerszoon, met die handen, ja echt, dit is een beetje cliché als kolenschoppen. En ja, die is dan de eerste ruimtewandelaar, dat is uit de proloog, later ontmoet ik hem in het boek. Hè. Hij was dan op 18 maart 1965, moest hij uit die capsule, het was puur koude oorlog. Ze hadden Laika, het hondje. Ze hadden Yuri Gagarin, de eerste mens. Ze hadden Valentina Tereshkova, de eerste vrouw. De Amerikanen hadden het nakijken. Sidderen en beven. Tom Wolfe met The Right Stuff. Die had precies het gevoel weten te verwoorden. Dat Amerika had het idee, dit gaan we verliezen. Straks gooien ze die ruimteraketten als steentjes van een viaduct op ons. En dan zijn we, die nucleaire raketten. En dan is het afgelopen. Wij moeten een inhaalslag.
En wie kruipt er uit het luik boven de Caucasus? Alexei Leonov, 31 jaar. Aan een navelstreng. Gloep. En er zijn beelden van. Je ziet bijna niks. Zoveel pixels, zoveel ruis. Maar je ziet iets bewegen. En een soort navelstreng. En als een larve in een droge oceaan. En daar hangt hij. En hij verklaart, er is geen God. Boganiet, terug op aarde, wij wetenschappelijke atheïsten, communisten, we hebben al onze kerken omgebouwd tot planetaria en wij kunnen u vertellen, ik was in de ruimte en God bestaat, of in de hemel, en God bestaat niet. Nou, hetzelfde moment zit hij met, hebben ze zijn dochtertje in de studio, 4 jaar, Victoria, en dan is de vraag, die heb papa, waar is je vader? En het antwoord zei, daar is ook een recording, een bandopname van. Papa leed dit wat kritiek kosmos. Mijn vader zweeft in de open ruimte met een kinderstemmetje. En dan is hij bezig met een worsteling voor zijn leven om terug die capsule in te komen. Zijn pak, scafander heet dat in het Russisch, is opgezwollen. Is een Michelin mannetje geworden. Zijn hand komt niet meer in zijn handschoen. Hij heeft niet genoeg kracht om opgezwollen enzovoort. En dan, ja... Ik heb dat laten spiegelen met Viomitra, de ruimterobot van India, die dit jaar nog de ruimte ingaat. Met een Godspeed gedachte erachteraan. Zo ga ik het boek uit. En daar was ik wel heel blij. Een heel lang verhaal van, ja. Ik had namelijk eerst een slot dat niet werkte. Namelijk? Nou, het idee dat ik op zo'n paraboolvlucht mee wilde en dan dat gewichtloze. Dus ik had het idee van, als je dan in de buik van zo'n... je kan in Toulouse voor heel veel geld en in Moskou voor heel veel geld. En in Moskou ga je in de buik van een Ilyushin en die is helemaal leeg. Hè? Dan ga je 45 graden omhoog. En dan op een gegeven moment dan duikt die naar beneden. En dan is het hetzelfde als dat je op een hele grote schommel zit en eventjes als kind bovenaan zweeft, ben je even gewichtsloos. Je kan ook gewoon op een schommel gaan zitten. Maar ik dacht, ik laat mij opwerpen als een muntje in de lucht. En ik dacht van, als ik dan nou op dat moment gewoon stop, eindig, doek, als reporter van het waargebeurde verhaal kom ik graag bij de mensen thuis. Hè? Dus ik wil graag zoveel mogelijk meemaken. En hoe kan ik nou een boek over de hemel schrijven als ik er niet geweest ben? Nou, dan kan ik op zijn minst doen wat er op aarde in mijn mogelijkheid ligt. En dat is die vlucht doen. En dan moet het dan ook maar een soort open einde. En dan dat muntje in de lucht en daar zweef ik dan. En dat is doek. Ja, toen dacht ik van... Dat is niet sterk. Nou ja, als je het echt had gedaan. Ja, maar toen had ik al die verslagen gelezen. En toen las ik dat iedereen misselijk werd. Die dat doet. En toen dacht ik, moet ik dan eindigen met een grote... Nou ja. Ja. Kotsbui. Ja, dat is ook niks. Nee. En ja, het grappige is dat het dan nu met een soort robot eindigt. En met een... Ja, ik had er ook Koen, de robot stelt ons in staat te scheppen naar ons evenbeeld. Ja. En dan word je zelf God. Ja. Op dat moment ben je in de rol van schepper. En die kans wil je toch niet je laten ontglippen. Maar dan is ook meteen de mens uit de ruimte. Ja, maar de mens is achterhaald, Koen. Oh, sorry. Dat gaat heel hard nu, denk ik. Dat is volgens mij wat er gebeurt. Ja. Oké. Okay. Ja. We zijn ons overbodig aan het maken. Ja. En dat is mooi. Oh, vertel eens. Ja, daar ben ik het nog niet helemaal, geloof ik, mee eens. Maar dat, het idee dat alles wat je ziet aan ruimtevaart, hoe mooi het ook is, het landen van een landertje op Mars. Ik schrijf ergens, die glinstering van de raket en het ruimtestation en de ruimtevaart werpt een schrijnend licht op wat we allemaal niet kunnen op aarde. Dus de puinhoop, de ongelijkheid, de discriminatie. Dus het menselijk tekort.
En dus het reiken naar de sterren legt het menselijk tekort bloot. Dat was al gaandeweg het boek, was een inzicht dat drong zich steeds verder op. Hoe verder je reikt naar de sterren, hè, het zonnestelsel daar voorbij, de Voyager, interstellaire ruimte. Ik vind het fantastisch. Hoe meer je als soort, als menssoort, in je hemd zet. Want je laat zien wat je dus niet voor elkaar krijgt. Oorlogen hier en honger en de oceaan vol plastic. Is. Oh, kunnen jullie dat dan niet? He, leg het maar eens uit aan die aliens die komen. Ja, we kunnen een landertje op Mars laten. Ja, en die plastic troep in de oceaan, die kun je er niet uitvissen. En die opwarming, dat gaat ook niet helemaal fijn, hè, met die aarde. Nee, daar zit, we hebben wat ruzie. We slaan elkaar de kop in en we discrimineren elkaar. Maar we kunnen wel, ja, kom op zeg. Hè, dus hoe meer we kunnen, hoe meer we laten zien dat we dingen kunnen, hoe schrijnender het licht op wat je niet kan. Dat zit er eigenlijk, dat zit erin. En toen dacht ik wel van, zijn nou, hè, dat menselijk tekort, de gebreken, de ondeugden, dat schiet niet erg op, ook niet in de evolutie, ook niet in de maatschappelijke vooruitgang. Maar zijn nou noodzakelijkerwijs de voortbrengselen ook onvolmaakt? En waarom geven we Viomitra, hè, de ruimterobot, en de haren niet een kans om het beter te doen dan wij? En dan is er geen kwaad meer? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Maar als je nu de kolonisatie van Mars overlaat aan de Verenigde Arabische Emiraten, India, China, de Amerikanen en wie allemaal nog meer komen straks, dan denk ik, dan gaan we dus, hè, zoals we vroeger de vreemde kusten bevoeren. En ik zeg ergens, nou, godzijdank, er zijn geen Indianen op Mars. Maar voor, hè, ik kan me niet voorstellen dat er niet een Kain opslaat die zijn broeder Abel de hersens inslaat. Of een hek ontstaat, of een naijver tussen de verschillende nationalisme. Dat is er al. Je ziet het al overal. Dat vlaggengezwaai in de ruimte is. Het is ook bij de Olympische Spelen, maar het is ook in de ruimte. Dat is het nationalisme tussen India en China, als het gaat om de ruimtevaart. Daar gaat het om. He, dus dat voorspelt weinig goeds. Nou, Viomitra, ik weet niet hoe we er programmeren, maar is ook nog zelflerend. Hè? Okay. En ja. Dus zelflerend. Er zijn weinig mensen die zelflerend vermogen hebben. Ja. Oké, Bart, je mag nog één vraag stellen. Zijn al ik heb geen vragen meer. Oh, je hebt geen vragen. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik ga je bedanken, Frank, want je had met gemak denk ik nog een uur kunnen praten over dit boek, maar ook over je andere boeken. Ik kan iedereen aanraden om het te kopen, vooral alle literair geïnteresseerden die kunnen hun hart hiermee ophalen. Ook alle studenten en leerlingen die het vast ook wel op de lijst mogen zetten, want het is gewoon een fantastisch boek om te lezen. En je kunt er alle literaire middelen uithalen die je zou willen hebben voor het eindexamen of zo. Hè? Dus ga het allemaal lezen. Wij hopen er over een maand of zo weer te zijn. Frank, heel erg bedankt en tot een volgende keer. Ja, graag gedaan. Dat was heel erg leuk.